stilgevallen. Ik weet niet of iemand even op de spatie-button kan drukken. Ja. Welke is dat? Dankjewel, Fred. Yes. Oké, allemaal geïnstalleerd. Staan we lekker? Zitten we goed? Mooi. Nou, welkom bij deze bijzondere avond van de Social Media Club. Ik vind eigenlijk alle avonden wel heel bijzonder. Vooral omdat we altijd weer sprekers kunnen vinden met hele boeiende onderwerpen. Mooie verhalen. En dit keer ook omdat we echt een waanzinnige locatie hebben toegewezen gekregen van Digibiz. Hartelijk dank daarvoor. Dank voor jullie gastvrijheid. Vanavond hebben we dus twee bijzondere verhalen. Matthijs Verbergmoes zal een verhaal gaan houden over de dierentuin. En straks zal Dirk Buursma, zelfstandig ondernemer bij onder andere voor Vodafone, zal een verhaal gaan houden over innovativiteit binnen de social media. Ik zou eigenlijk nog even willen beginnen met een welkomstwoord van Martijn Wordeldonk van Digibiz. Jij had ook iets voorbereid? Precies. Heel kort maar, 10 regels en als ik er maar weer snel vanaf ben. Ja, oké. Nou, alsjeblieft. Fleur, dankjewel. Welkom allemaal. Mijn naam is Martijn Wordeldonk. Enkel heb ik zojuist al ontmoet in de brasserie, maar lang niet allemaal. Het is niet alleen Digibiz die jullie vanavond hier welkom hebben op Tribal. We zijn hier in het gezamenlijke kantoor van Digibiz en Tribal. Hier beneden is onze werkruimte. Hierboven is de entresol die nu tijdelijk ook wordt gebruikt voor een expositie van Corunum. Ze hebben wel wat ruimte moeten weggeven voor vanavond, maar in het hoekje kun je de restanten nog zien. En de entresol verbindt ons ook met onze andere 140 buren, want daar hebben we het gewoon over. Het is niet alleen het grootste bedrijvenverzamelgebouw, uit mijn hoofd 55.000 vierkante meter. Klopt dat, Jeroen? Ja. Ik leer het al. Het is ook de grootste creatieve hotspot van Nederland. En daar mogen we als Bossenaren best trots op zijn, denk ik. Dat is iets wat nog heel weinig mensen duidelijk is, maar wij gaan met z'n allen veel energie en effort in steken om dat wereldkundig te maken. Zoals ik al zei, dit is onze open werkruimte. We zitten hier door elkaar heen. We zitten niet hier alleen met Tribal en met Digibiz, we zitten met inmiddels 9 andere bedrijven. En wat wij hier proberen is een soort van creatieve broedplaats te maken voor ZZP'ers en start-ups, allemaal ICT en internet gerelateerd, die wij graag verwelkomen in ons midden hebben. En waarom? Heel simpel, wij willen kennis delen. En het liefst willen wij dan ook dat die mensen die hier komen hun kennis met ons delen. Dat is een strategie die we 2 jaar geleden hebben ingezet, omdat wij hebben gemerkt met jullie allemaal dat de wereld de afgelopen jaren toch wel heel anders is geworden, zeker in onze branche. En we moeten meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en capaciteiten. Dat is ook de reden waarom wij naar de geluidsfabriek zijn gegaan. En met name dit clubhuis hebben we gevonden om daar wat meer gestalte aan te geven. Dus ZZP'ers, start-ups, ik roep jullie op, kom langs, we hebben nog ruimte genoeg. We gaan daarvoor de komende periode vol in uitbreiden. Niet alleen de flexplekken en bureaus, maar ook met name faciliteiten. Ik ben straks nog even bij de borrel, dus loop gerust even langs. Ik had beloofd om het ook geen commercieel praatje te laten worden, dus ik ga er ook mee stoppen. Jeroen loopt straks in sneltreinvaart in de vorm van een soort van korte rondleiding door het pand voor ons allemaal uit naar de brasserie. Ik hoop dat we daar met z'n allen nog allemaal een borreltje kunnen drinken. En ik denk dat ik het woord aan jou wil geven, daarna Dirk en Matthijs. Veel plezier vanavond en leuk dat jullie er allemaal bent. Dankjewel. Oké, nou dan gaan we gewoon snel door met Dirk Buursma. Zoals ik al zei, hij is zelfstandig ondernemer en onder andere werkzaam voor Vodafone. En hij heeft zich innovatief gemaakt en veranderd door middel van social media. En dat verhaal gaat hij met ons delen. Geef hem een applaus. Dank u wel. Dat is een mooie intro.
Ja, ik moet altijd zeggen dat als ik ergens spreek, ik ben altijd weer verbaasd door de locaties waar ik terecht kom. En dit is inderdaad weer een hele mooie, inspirerende, creatieve locatie. Dus wat dat er gaat, kan je de kust aan de keur volgens mij. Je zit ook een beetje terugkomen in de openingslijn bij mij. Innovatie, creativiteit, technologie. Ik ben eigenlijk dag in dag uit bezig met veranderen. En dat veranderen kwam ik pas later achter dat dat een beetje mijn ding was. Ik heb er een beetje zoektocht naar gedaan, eerlijk gezegd. En dat is ook wat ik vanavond in de verhaal ga vertellen. Waarschijnlijk is het verhaal dat ik één keer ga vertellen, grappig genoeg, want dat is een beetje een soort special request vandaag. Even kort over wat ik nu doe, en daarna ga ik vertellen hoe ik daartoe gekomen ben. Mijn bedrijf heet Harvest Global Business Innovation, en Harvest staat letterlijk en figuurlijk voor oogsten. Ik ben aan het oogsten wat ik jarenlang heb lopen zaaien. Ik accelereer dingen en dat doe ik omdat ik denk dat veranderen voor jezelf en voor bedrijven noodzakelijk is om mee te kunnen gaan met alle veranderingen die er sowieso zijn. Dus met name sociale, economische, financiële crisis, dat kent ze wel. Key thing is, ja, hoe ben ik daar uiteindelijk gekomen? Nu is het een bedrijf, als je het gaat opzoeken met elkaar verkoophouden, ja, ik zelf zet gek. Maar ik werk heel veel met mensen samen. Dus ik sluit partnerships met kleine bedrijven, grote bedrijven. En gezamenlijk proberen bij bedrijven binnen te komen om iets nieuws te doen, iets te veranderen. Met andere woorden, nieuwe businessconcepten bedenken. We hadden net op een tafel bij het eten al een korte gesprekje erover. Bijvoorbeeld, wat is de impact van 3D-printers op de logistieke wereld? Dat soort vraagstukken ben ik graag bij betrokken. Ander punt is, bij grote bedrijven zie je vaak dat innovatie heel erg inherent is aan heel veel praten en heel weinig doen. Dat komt omdat je vaak een grote organisatie bent, dus je bent log enzovoort enzovoort enzovoort. Maar toch, kijken hoe kun je die interne mens die er zit, die heel veel kennis heeft, die heel veel capabilities heeft, toch aansporen om innovatiever te gaan denken. Openen te zijn, een goed gesprek te hebben met iemand anders, want dat helpt vaak al om innovatie aan te jagen. Eén middel wat we daarvoor gebruiken is echt events organiseren. En feitelijk doen we dat gewoon vanuit de behoefte. Dus ik kan nu ter plekke bij wijze van zeggen van in april ga ik een event organiseren rondom gezondheidszorg. En dat doen we dat ook gewoon. Dus we gaan niet zitten wachten tot iemand met geld aankomt, we gaan ook niet zitten wachten tot er een gebouw zich aandient of wat dan ook. We gaan gewoon even toe, we nodigen mensen uit, we gaan gewoon praten, punt. Met andere woorden, innovatie concreet maken. En dat doe ik door acceleration programma's neer te zetten. En last but not least, ik heb er net twee gedaan, investeren in innovatieve bedrijven. Dat betekent feitelijk dat ik echt actief bijdrage beleef, niet alleen qua mensen en middelen, maar ook financieel om dingen aan de gang te krijgen. Nou, zo ziet het dan het plaatje eruit. Vier dingen die ik doe, middelen die ik gebruik om nieuwe businessconcepten aan het werk te krijgen. Maar goed, hoe ben ik daar gekomen? Dat is eigenlijk best wel een reis geweest. Het is een beetje begonnen in 2009. En over 4 jaar, hebben we het inmiddels over, ben ik tot ontdekking gekomen dat hetgene wat ik deed, waar ik vandaan kwam, iets totaal anders was dan wat ik eigenlijk wilde zijn. En ik heb social media als middel gebruikt om mezelf volledig anders te positioneren. In 2009, om even te kijken van waar kom ik nou vandaan, werkte ik bij GE Capital, onderdeel van GE. Toen de tijd echt nog wel een van de grootste bedrijven ter wereld, qua omzet en ook qua winst. Nog steeds trouwens wel in de top 10. Ik ben daarna naar Ziggo gegaan. Eigen ondernemer geworden na Ziggo. En vervolgens, dit is mijn voortrek voor 2009. Eigen ondernemer geweest en ook bij Vodafone als programmamanager binnengekomen. Maar al die banen, dat was eigenlijk mijn constatering in 2009, waren operationeel. Het grappige is dat ik mezelf helemaal niet operationeel voelde. Maar ja, je krijgt uiteindelijk een soort sticker op je hoofd van, ja, ik doe de operatie, dus hij is operationeel, dus dat zal wel zo zijn. Maar ja, als je dan bij jezelf denkt van, het moet wat veranderen, dan moet er wel echt wat gebeuren. In 2010 kreeg ik de mogelijkheid om een cursus te volgen. En die cursus die ging over networking
Leadership Necessity. En ik dacht van ja, dat zal weer zo'n netwerkcursus zijn van hoe ga je netwerken, hoe ga je een handje geven, hoe ga je zelf presenteren. Ik was eigenlijk niet zo heel enthousiast. Het aardige was dat, het was een training in Londen, het werd gegeven door twee ZZP'ers, en die gaan uitdagingen mee. En die gaan ook hele simpele tools mee om goed na te denken over van wat is nou de core van mijzelf. En hoe kun je door middel van social media, als een middel, proberen de perceptie rondom jou als persoon te veranderen. Ik zal wat laten zien over de resultaten, maar ook over de impact die het uiteindelijk heeft gehad op wat ik doe. Nou, dit was een gesprek wat ik heb gehad met HR bij Vodafone op een gegeven moment. Heel veel training gedaan, allemaal goede trainingen, vaak ook pittige trainingen. MBA, People Management enzovoort. Bij een bedrijf als Vodafone weet dat het goed gegrild. Dus de psycholoog heeft er alles bijgehaald. De constatering bij HR op een gegeven moment was, ja, je hebt dit allemaal gedaan, maar wat gaan we nou eens doen? En ik zat echt met een groot vraagteken op, ik had echt geen benul. Ik wist het van niet meer. Ik zeg, ja, operationeel vind ik wel aardig, maar ik krijg er gewoon niet meer de energie van. Na drie grote bedrijven, ja, naar een klein bedrijf gaan, dat doet nogal wat. Wil ik dat eigenlijk wel? Dus met andere woorden, zowel ik als HR zaten met een groot vraagteken op ons hoofd. En toen kwam die hele training voorbij. Maar ja, eigenlijk, die training was voor mij het gevoel van een beetje, nog een cursus. Maar goed, zonder dat ik het in de gaten had op dat moment, was de eentje die de verandering startte. Wat ik al eerder aangaf, was een training in Covent Garden in Londen. Maar ik weet niet of er zijn vast wel mensen daar geweest. Covent Garden in Londen is een fantastisch leuke plek. Ook heel veel creativiteit, leuke kleine winkels, etc. Dus een goede omgeving om een cursus te volgen. Maar het belang van de cursus was nog vele malen groter voor me. Het was een club van 25 mensen die vanuit alle lagen van Vodafone kwamen. En de eerste gesprekken die we voerden, ging vooral over wat is nou je DNA? Waar ben jij opgebouwd? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Maar je DNA zegt eigenlijk van wat vind jij belangrijk? Wat is nou echt in de core belangrijk voor jou als persoon? En hoe kan jij je matchen met andere personen? Waar zoek je naar? Wat zijn voor jou echt de cruciale dingen? Voor mij stond eigenlijk als een paal boven water integriteit. Dat vind ik zo vreselijk belangrijk. Maar ook samenwerken aan een doel. Ego's aan de kant. Ik ben niet zo van de ego's wat dat gaat. Samenwerken vind ik veel leuker. Maar jezelf ondergeschikt maken aan een doel is voor mij betreft een heel interessante en belangrijk. Passie voor wat ik doe, kom keer op keer terug. Als je passie hebt, kun je eigenlijk alle kanten op. Respect en last but not least de vrijheid. Ik moet vrijheid van handen hebben. Zelfs als ik binnen corporate werk, dan word ik nog gezien als entrepreneur. Maar dat zegt eigenlijk nog een beetje goed, denk ik. Ik heb ruimte nodig. Dit kwam er boven toe in heel veel interviews die ik had met mensen die ik niet kende. Zij kenden mij niet, ik kende hun niet. En het aardige was dat dit soort puntjes komen dan stap voor stap in de dingen naar boven toe. En als je dan na een tijdje naar dit rijtje gaat kijken, denk je van, doe ik dat nu eigenlijk wel? Ben ik nu wel bezig met samenwerken? Of zit ik met heel veel ego's op de zadel? Kan ik mijn passie wel kwijt? Dus al die vragen gaan ineens een hele belangrijke rol spelen. Een andere tool die we aangeboden kregen was de bio. Wat is nou jouw bio? Hoe kun je nu de rode draad vinden in je leven? En dat was voor mij natuurlijk best lastig, want ik was de hele tijd over stil bezig geweest. Maar de rode draad, die kwam uit heel andere dingen. De energie, keer op keer op zoek gaan naar waar haal je nou de energie vandaan, kwam uit nieuwe dingen doen. Iets opstarten, met leuke teams samenwerken, reizen. En ja, de onderste, die was nog steeds een beetje mijn manier van werken. Het business doen al op General Electric. En daarmee zeg ik eigenlijk van, kan centraal stellen. Zorg dat je gezamenlijk probeert geld te verdienen, of je nou groot of klein bent, dat geldt voor alle partijen. Politiek aan de kant en ga gewoon kijken hoe je leuk business met elkaar kan doen. En dan gaat het niet over of je groot of klein bent, 100.000 euro verdient of 10.000 euro, dat is even niet zo belangrijk op dat moment. Wat wel belangrijk is dat je elkaar vindt, de juiste klik. Maar goed,
Dat was nog wel dat toe. Ik moet je vertellen, dit laatste toeltje deed mij beseffen dat ik eigenlijk heel veel al uitstraalde zonder dat ik het in de gaten had. Nogmaals, het ging om een groep van mensen, 25, die elkaar niet kenden. De tool die we als laatste aangeboden kregen was, wat waardeer jij aan? En dan moest jij van iemand anders zeggen die je eigenlijk niet kent, wat je eraan waardeert. En wat blijkt dan? Dat optelsom van alles wat door iedereen wordt genoemd, is eigenlijk datgene wat je uitstraalt. Dus zonder dat je in de gaten hebt, straal je onbewust al heel veel uit. Je maakt een gezamenlijke toplijst daarvan. En in mijn geval vond ik eigenlijk zeer verrassend, want ik bleef dingen uitstralen die ik niet in de gaten had. En op basis van de totaallijst krijg je een tag. Nou, de tag die was in mijn geval best wel heel bijzonder. Ik werd een Mr. Fuck It. En dat vond ik een hele bijzondere voor Engelsen, want er waren ook andere mensen die kregen een leuke als ze maken tetsen of wat dan ook maar. Maar blijkbaar, wat naar boven kwam in mijn geval, was dat ik, wat ze in Engeland noemen, you are against the corporate mold. Oftewel, je past je niet aan een grote organisatie, dus je bent eigenlijk je laat je niet besmetten door het corporate enterprise virus. Je durft ook te zeggen wat je denkt. Je hebt een beetje de brainstorm-mentaliteit van screw it, let's do it. En ik kreeg dus opmerking van, laat ik me nou het vaker zien, want ik vind het wel leuk. De inspiratie van degene die met die titel kwam, komt van de fuckitlife.com. Nou, als je een keer wilt lachen, dan moet je dat zeker gaan zien. Maar er is ook een bepaalde manier van in het leven staan. Het is soms, als er alles een keer lekker tegen zit, er is een filmpje van India, die werd het heel mooi te vertellen. Die gaat op een berg zitten en zegt, ja, het gebeurt zoveel shit in de wereld. Ik zeg jullie gewoon even, fuck it, klaar. Maar een hele leuke, en ik heb deze nog steeds in achterhoofd zitten van, ja, soms moet je gewoon even fuck it zeggen. Screw it, let's do it, om dingen aan de gang te krijgen. Wat heb ik met al die dingen gedaan? Het zette mij zo aan het denken dat ik helemaal opnieuw ben gaan kijken naar wat communiceer ik niet alleen als persoon daarbuiten toe, maar hoe kan ik dat ook vertalen in de middelen die er nu zijn? We hebben het dus over 2009-2010. Ik ben opnieuw gaan kijken naar LinkedIn. Van, zet ik in LinkedIn wel echte dingen waar ik voor sta? Of staat er eigenlijk iets in waarvan ik denk, ja, hier heb ik helemaal niet zoveel aan. Ik ben met Twitter begonnen en echt vanuit het idee van het mag niets kosten. Ik snap er de ballen van, maar we gaan het gewoon doen. En ik wil gewoon proberen wat er gebeurt als ik actief naar buiten toe communiceer. Wat doet dat dan met mij als persoon? En wat doet dat met mij als in de omgeving waar ik in werk? Ik ben met bloggen gestart, wat ik een vreselijk lastig verhaal vond. En met name omdat er heel veel tijd in gaat zitten. Ik ben heel veel presentaties over mezelf gaan geven. Maar ook op mijn manier. Dus om een voorbeeld te geven, een van de uitdagingen in de cursus was om iets te doen wat je eigenlijk nooit zou durven doen. Ik ben naar de CEO van Vodafone gegaan. En hij was gewend aan presentaties van 60 kantjes dik. Hij was een McKinsey-man. Dus hij hield van heel veel grafieken en heel veel woorden. Ik heb alleen maar plaatjes gepresenteerd en daarover verteld. Dus dat was een totaal ander ding. Maar hij was zeer verrast en hij vond dat de nieuwe manier van solliciteren moest worden, maar goed, dat vond ik wel heel leuk. En ik heb natuurlijk mijn cv aangepast. Als je er nu naar kijkt, denk je eigenlijk van ja, dat is alleen een stapel tegenwoordig. Toen de tijd, en we hebben het eigenlijk nog 3 jaar terug, was dat iets volgens mij ook iets helemaal nieuws. Maar ook voor de mensen waar ik mee werkte, Twitter was een opkomst, Facebook was een opkomst. En werd ook bedrijfsmatig nog heel weinig ingezet. Dus ik ben heel erg zeg maar op de, wat ze in Engeland weer kunnen noemen, de personal branding toegegaan. Maar wat mij verbaasde, was dat in hele korte tijd ik van 0 naar 40.000 bezoeken ging per maand. En ik denk van ja, wat is dit nou voor raars? Waar komen die mensen dan vandaan? Waar zoeken ze nu? Ook in hele korte tijd, dan hebben we het over een paar jaar, van 700 naar 500 LinkedIn contacten. Maar ook allemaal kwalitatieve goede contacten. Dus niet maar netwerken om te netwerken. Maar mensen die zich spontaan bij mij melden. En die zeggen van, joh, jij doet iets met innovatie. Jij bent daar en daar mee bezig. Mag ik eens een keer met je praten? En uiteindelijk ligt er nu een enorm netwerk van innovators en new business developers. Met andere woorden, precies datgene waar ik naartoe wilde, dat begon langzaamaan te ontstaan.
tot aan het spreken op heel veel events. En die events, dat zijn er dan ook vaker, die events die in verlengstuk liggen of in de periferie liggen van datgene wat ik wil bereiken. En dat maakt ook niet uit of ik daar wel iets voor betaald krijg. Maar de grap is dat je dan juist daar die netwerk ontmoet, die mensen ontmoet die je eigenlijk zoekt. Ik kan je vertellen dat het resultaat ook binnen Vodafone heel sterk merkbaar was. Ik werd altijd, wat ik al zei, gezien als operationeel. Maar 3 maanden nadat ik hiermee begonnen was, zei mijn baas ineens van, operationeel vind ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Je bent veel te creatief, je bent zo innovatief. Ik zei echt van, het zal wel. Ik vind het echt een beetje bullshit. Maar goed, de grap was dus wel dat datgene waar ik zelf mee aan de slag was geweest, en datgene wat je gaat zenden, dat komt automatisch op die manier weer terug. Tot zoveel gaat dat mensen dat je hele verleden probeert af te branden. Maar goed, ik vond het wel een heel interessant gegeven. En ik merkte ook dat die manier van werken voor enorm veel inflow zorgde van mensen waar ik graag in contact mee kwam. Dus nogmaals, binnen 3 maanden ben ik ineens gezien als innovatief, wat perfect was. Ik heb meteen ook per 2011 mijn contract opgezegd bij Vodafone. Ik had zoiets van, hier kan ik meer mee doen. Ik kreeg nog wel een jaar aangeboden als innovatiemanager. En dat heb ik ook gedaan. Ook met heel veel lol en plezier. En ik heb daar eigenlijk alles getest wat ik eigenlijk wilde testen. Dat was open innoveren, nieuw concept opzetten, nieuwe ecosystemen bouwen, met heel veel mensen praten. En dat leidt uiteindelijk tot het bedrijf waar ik nu sta. Maar keer op keer dus wel bezig zijn met het zenden, het gebruiken van de social media daarin als tools. Uiteindelijk in 2012 zie ik echt als een keerpunt, een nieuw begin. Natuurlijk omdat je stopt met werken bij Vodafone. En eigen ondernemer wordt, en voor mij was dat dan weliswaar de tweede keer. Maar ook een nieuw begin, omdat je ineens echt aan de slag gaat met datgene waar je passie voor hebt. En dat werd ook nog eens een keer gekenmerkt doordat ik in september dacht van ja, om nou meteen met het werk aan de gang te gaan, vind ik een beetje het veel te groeien. Ik wil ook 3 maanden afschakelen van jarenlang werken bij een corporate. Dus ik ben eerst naar Amerika geweest, een maand, naar Californië. Daar bij het grootste event op Weaver Cloud Computer geweest van Dreamforce van Salesforce. Een maand later naar Zuid-Afrika met de Foundation for National Leadership. En het einde van het jaar nog naar Brazilië. En het idee van mij was echt afschakelen, maar ook meteen nieuwe inspiratie op doen. Om even de link te maken hier, wat er voor mij helemaal perfect heeft gemaakt, is dat innovatie aan zich is een leeg woord. Innovatie op zich zegt niks. En als je kijkt naar het woord, de vertaling daarvan in de op Wikipedia, dat gaat alleen maar over, we gaan het veranderen. En als je met heel veel innovaties praat, dan gaat het over disruptief zijn. Maar wat is dan eigenlijk disruptief? Hoe vaak gebeurt dat? En wat ik heel veel tegenkwam, was dat grote organisaties zijn eigenlijk bezig met 2 lijsten. Aan de linkerkant ligt de financiële doelstelling, het creëren van aandeelhouderswaarde. En aan de rechterkant ligt de top 10 met de grootste issues, waar ze bang voor zijn. De compliance en work committees komen altijd aan met de sociaal-economische crisis. Die komen aan met grondstoffenschaarste in Brazilië. Die komen aan met privacy en security. Allemaal van die enorme topics waar je heel moeilijk wat mee kan doen als organisatie. Maar die wel heel veel impact hebben op wat je gaat doen. Als je kijkt alleen naar de plofkip bij Albert Heijn, dat is een prachtig voorbeeld. Hij ploft letterlijk het geur in je gezicht. En hoe ga je dat dan managen? En toen dacht ik van ja, weet je, als je dan gaat innoveren, waarom gaan we juist niet innoveren op die 10 dingen? Waarom gaan we het juist als een primair doel maken? Primair maken, hoe gaan we nou innoveren voor het goede, voor mens en voor planeet? Nou, dat komt voort uit de Foundation for National Leadership. Dat is een stichting die is ontstaan uit een boek van Joseph Jaworski. Dat is een Amerikaan van Poolse komaf. Ik denk dat de mensen vast wel eens van het gehoord hebben, dan wel van een boek gelezen hebben. De basis is dat je met een groep mensen, letterlijk een groep de wilderness in gaat, en dus ook geen social media tot je beschikking hebt,
zonder mobiele telefoon, zonder laptop en alleen maar een notitieboekje. En dat je heel erg op zoek gaat van, ja, wat ben ik eigenlijk met hemelsnaam aan het doen? Even weer in contact komen met jezelf. En dit klinkt dan nog heel erg abstract en wat fluffy als je het zo vertelt. Maar ik kan je stellen voor heel concreet op het moment dat je de wildernis in gaat. Maar wat het vooral voor mij heeft gedaan is dat het mij heeft geïnspireerd om weer nieuwe dingen te doen. En mezelf weer helemaal in zekere zin te innoveren. Synchronicity kan ik het best uitleggen door een plaatje te laten zien. Dit is een foto gemaakt in Zuid-Afrika. En als je er zo naar kijkt, denk je, ja, het is niet eens zo heel bijzonder, je ziet een paar dieren. Maar als je het boek Synchronicity leest, van Joseph Jaworski, dan wordt daar heel goed in uitgelegd. Dit is een foto van na 4 dagen. En je moet je voorstellen, dit is echt de wildernis. Hier zijn geen wegen, auto's of wat dan ook maar. Het is alleen maar dieren. Je wordt aan de rand van het gebied, wordt je uit de auto gezet met een rugzakje en dan moet je het zelf maar regelen. Zodra je het park binnenkomt, zijn er nog geen dieren. Je ziet ze helemaal niet. Het grappige is dat je ze pas ziet na een aantal dagen. Want dan gaan ze jou zien. En dat is het moment, wat als synchronicity heet, waarop je dus wederzijds met elkaar een connectie krijgt. En het aardige is dat deze dieren, die stonden ook niet eens zo heel ver meer op afstand. Maar die gingen op een gegeven moment ook rondom ons heen lopen, met ons meelopen. Met andere woorden, je hebt ineens een hele andere binding met de natuur. En dat is het moment waarop je dus ook ineens weer heel bewust wordt van, oh ja, ik ben een mens, ik ben op aarde. En wat ben ik eigenlijk in hemelsnaam aan het doen? En wat kan ik nou doen in mijn dagelijkse leven om dingen te veranderen? En dat ook uit te dragen. Joseph Jaworski die heeft het omschreven volgens mij met een paar van die buidelratten wat hij heeft beleefd en met vogels. Een beetje hetzelfde principe. Ik kan het boek aanbevelen. Het klinkt een beetje zweverig zoals ik het vertel, maar dit boek is heel concreet al. Het vertelt op een hele goede manier wat het doet met mensen, maar waardoor het ook, en dat komt er weer terug op de FNL, die stichting, wat het doet met leiders. En wat ik heel erg interessant hier aan vind, is dat in mijn beleving, als je nu kijkt naar heel veel dingen die er over de afgelopen jaren zijn fout gegaan en die juist de sociaal-economische crisis hebben veroorzaakt, dan heeft dat in heel veel te maken met heel veel grote ego's. Met mensen die zelf heel veel succesvol, of heel succesvol willen zijn, dat alles al doen om dat voor elkaar te krijgen, maar vergeten waarom ze dat doen. Vergeten dat er een omgeving is die afhankelijk van je geworden is. Dus het werkelijke doel vergeten van waarom je business staat. En dat wordt hier heel erg goed in beschreven. En waar ik nu uiteindelijk sta, is dat ik doe wat ik leuk vind. Dat is heel simpel. Ik deel mijn dag helemaal lekker zelf in. En ik breng het vooral door met mensen om de route bij elkaar brengen. Concepten ontwikkelen en simpelweg starten. Dus als ik bij een corporate zit en iemand zegt tegen mij van joh, daar gaan we nog over nadenken. Dan zeg ik van, dat heeft niet zoveel zin, want ik ben al begonnen. Dus jij mag nadenken, maar wij gaan nu los. En ik neem tegelijkertijd om dingen te doen. Dus ook om heel erg goed stil te staan. Waar ik mee bezig ben, wie ik het doe. Wat me heel erg op is gevallen met name door het inzetten van de social media, het laten plakken aan jou als persoon, als brand, dat het mensen aantrekt die jouw energie geven. En als je daar goed bij stilstaat, van met wie werk ik eigenlijk samen, dan kom je erachter dat er ook heel vaak mensen zijn die jou helemaal geen energie geven, die het alleen ophalen bij. En ik kan je vertellen, als je daar afscheid van neemt, dat klinkt een beetje bot, maar dat ruimt enorm op. En daarna krijg je dus heel veel productiviteit. Er zijn altijd mensen om je heen die alleen maar willen halen en helemaal niks brengen. Met andere woorden, ik heb heel veel keuzes gemaakt. Ik ben voor mezelf herkenbaar, dus ik ben eigenlijk alleen nog maar bezig met datgene wat ik echt leuk vind om te doen. En ik vind dat ik op mijn manier probeer een bijdrage te leveren aan de wereld om me heen. En dat doe ik in principe dus in mijn bedrijf. Innovatieaccelerering concreet maken. Nou, ik zal laten zien dat in die zin social media is dus niet alleen Twitter, het is ook niet Facebook, het is ook niet LinkedIn.
dat zijn middelen om dingen te bereiken. Ik hoef jullie hier ook niet te vertellen hoe je met Twitter of Facebook omgaat, dat weten jullie zelf heel goed. Maar eigenlijk, wat mijn core ding is geworden, is dat social media, dat ben jij. Wat jij vertelt in social media, dat ben jij. Dat vergeten we soms wel eens. Even een reactie plaatsen of eventjes retweeten, dat ben jij. En wat jij daar vertelt en wat je daar doet, dat gaat naar jouw leven. Dus het belang van social media in de zin is enorm. We hadden net aan de tafel daar een gesprekje over, maar je ziet dat bedrijven zich dat ook steeds meer beginnen te realiseren. Dat of je doet iets met social media, of je doet er niet iets mee. Dus echt een bewuste keuze daarin maken is enorm belangrijk. Wat daarin ook essentieel is, dat je het dus heel goed kunt inzetten om iets rondom de perceptie van je bedrijf te laten veranderen. Als je dat met integer en authentiek doet. Dus ga niet proberen iets te doen of iets te zijn wat je gewoon niet bent. Want dan prikt de social media prikt daar doorheen. De mensen rondom de wereld die prikken daar doorheen. Als jij ineens als aan Marijn gaat roepen van ja, dat was die plofkip, we hebben een andere kip uitgevonden, die klopt niet meer. En dat hebben we even gefixt met z'n allen en daarmee is het probleem weg. Ja, no way. Zo gaat het dus gewoon niet. En daar kun je dus ook social media niet voor inzetten. Dus met andere woorden, als je social media gebruikt, als persoonsbedrijf, wees waar echt jezelf en wees integer en authentiek. Even kijken, had ik er nog een laatste? Ik heb er geen zin meer in. Kan ik een slinger geven? Deze? Ik heb nog één slide zo tussen. Wat is het laatste? Ja, dat is een mekker, dat kan ik niet meer. Even geen zin meer in. Het laatste wat ik nu aan het doen ben, ook om dat concreet te maken, is dat ik samen met de gemeente Amsterdam en met de picknickorganisatie, sommigen kennen het waarschijnlijk wel, zijn we bezig om sociale innovatie echt te accelereren. Dus we zijn bezig met het opzetten van een bedrijf erin dat actief geld op gaat halen bij grote bedrijven, maar ook publiek geld, en gaat stoppen in een businessclub. En vanuit de businessclub startende ondernemers geld gaat geven om te innoveren in sociale innovatie. Met andere woorden, dat is waar alles voor mij helemaal bij elkaar komt. Het primaire doel, iets maken wat goed is voor mens en voor planeet. Dus niet in tweede instantie, maar in eerste instantie. Nee, dat is een goede opmerking. Het is begonnen met inderdaad zenden, perceptie veranderen. Maar wat mij begon op te vallen was door dat zenden, door die veranderde perceptie, kwam ik dus in contact met mensen die zeg maar like-minded waren, waardoor ik kon gaan samenwerken met de juiste persoon. Dus dat is in die zin eigenlijk een cirkel. Dat was een hele goede vraag, want het neigt heel snel toe naar als je perceptie verandert door alleen maar te gaan zenden. En dat is een heel gevaarlijk ding. En ik merk nu zelfs dat de manier waarop ik het de laatste tijd heb gedaan, dat dat een stuk overkill is geworden. Dus dat ik het nu aan het downsizen ben. En sterker nog, het gaat waarschijnlijk grotendeels de deur uit. Dus dan wordt het veel kleinschaliger en veel meer gericht op datgene wat ik nu echt actief doe. Maar toen heeft het zijn doel verdiend, tot waar ik nu kwam. Ja. Maar het is een belangrijk punt om goed over na te denken. Ik heb er twee. Okay. Ja. Dus Dirk Buursman en Diëne Dede. En Diëne Dede die is op een gegeven moment een beetje opgeblazen van persoonlijk naar zakelijk. Dus je ziet dat heel veel dingen voorbij komen die veel meer zakelijk zijn geworden. En dat wordt nu ook een bedrijf. Dus dat
gaat hij over naar een bedrijf toe. Ja. En die data zijn, daarmee deel je heel veel artikelen. Ja. En dat is vooral zijn. Dat zit heel veel in zijn. Absoluut. Ja. En die andere is weer. Dat is weer de privé-ding. Maar de privé-ding wordt dus straks weer veel meer privé. En de DOD die gaat helemaal door naar zaken. En dat wordt nu een basisplatform weer van andere bedrijven. Dus dat zo zie je hoe dingen gaan. Ja. Zijn er nog andere vragen? Nee, er is nog een vraag. Ik mag daar ook. Je zet het met social media met name in om binnen je eigen netwerk nieuwe contacten te zoeken of samen met je contacten iets op te zetten. Ja. Dat blijft heel erg ja, in de cirkel, zeg maar, en heel erg business to business gericht, denk ik. Maak je ook eens een stap naar het consument toe of heb je daar ervaring mee en wat zijn daar je learnings dan uit? Bijvoorbeeld met Vodafone heb je daar, zit je daar dan ook in een soort social media? Ja, ja, alleen de. Ik denk dat de belangrijkste learnings voor social media, eigenlijk met mij te zeggen wat ik als laatste zei, dat als je het echt gaat, en ik kom een beetje uit jouw hoek van heel veel zenden, dat als je het echt goed wil doen, dat er een belangrijk stuk authenticiteit moet zitten en een heel belangrijk stuk niet-identiteit. En dat je heel goed moet realiseren dat het echt een andere kant is. Een aantal jaar terug was dat een deel ergens anders nu wel, en die andere kant die reageert. En als je kijkt alleen naar de groei van het medium, dat is enorm. Maar je ziet ook dat het steeds meer gaat bepalen wie jij bent of wat je bent als brand, als organisatie en als persoon. En hier heb ik het in beginsel ingezet om zeg maar, die intimiteit in dat netwerk op te zoeken. Het is nu weer een beetje onderhoudsmechanisme geworden. Maar nu wil ik dus naar de verdieping toe. Ik wil niet meer alleen maar dat centrum, dat voegt nu niks meer toe. Ik moet juist nu weer binnen dat netwerk. Op zoek naar wie daar die juiste persoon. Maar het heeft wel enorm geholpen om die perceptie van operationeel naar innovatief te veranderen. En mij dus echt een rugstuk gegeven en gewoon echt een persoonlijke verandering in die zin. Ja. Nog meer vragen? Weet je wel inhaken dan? Ja. Maar jij hebt het gezegd in social media, maar heel plat gezegd, nu ook als een nieuwsbrief of zo. En lekker van voor de eeuwwisseling. Ja, volgens mij is dat, bij Vodafone hebben ze daar heel veel onderzoek naar gedaan. En daar kwam eigenlijk uit dat je geen enkel middel moet stopzetten, omdat er alleen maar social media is. Sterker nog, de wc-poster daar was het beste middel om de mensen te bereiken. En die deden het echt heel goed. Dus je moet niks uitvlakken. Ik denk ook hier dat social media, ja, het is een fantastische geheim. Ik bedoel, we kunnen allemaal leuke dingen doen. Maar het is een ander van de grill. Dat is het gewoon niet. De brand is what it does, zo simpel is het. Dus wat jij doet als brand, dat is gewoon heel belangrijk. En dit is een middel, maar wel een heel krachtig middel. En dus de belangrijkste boodschap die ik aan bedrijven geef is feitelijk van doe het wel of doe het niet, maar maak een keuze. Laat het niet over aan iemand anders. Want iemand anders gaat met je vliegen, of die maakt je nog kapot. Dus dat is, maak een bewuste keuze. Ja, klopt. Ja. Wordt het niet een beetje ontkracht omdat er heel veel pakken bekend wordt? In het algemeen? Ja, maar toch denk ik wel dat heel veel mensen wel weten waar ze moeten zijn om de informatie op te halen die ze zoeken. In het algemeen, als je naar kijkt, is er ontzettend veel informatie. Er is inderdaad heel veel bagger. Ja, als ik naar televisie kijk, dan denk ik ook wel van, het had ook wel eens beter gekund. Maar je vindt wel heel makkelijk like-minded people over de hele wereld. Ik heb contact met mensen in Rusland, de Filipijnen, Amerika, Brazilië, etc. Die had ik anders nooit gehad. Ik krijg artikelen van ze toegestuurd over bijvoorbeeld sustainability in Brazilië. Die had ik anders nooit gehad. En dat helpt mij dus enorm om ook concepten verder uit te denken, etc. Maar het is wel heel goed. Absoluut. Was daar een vraag? Ja, ik had een vraag. Heb je al een succesverhaal? Want je lag net aan, want ik werk ook met start-ups, dus ik ben er weer bezig. Ja. Ga ik meteen aanpakken. Heb je al een concreet voorbeeld waar je van een zo'n onderdeel hebt gehaald? Of is geweest? Hebben we daar een concreet voorbeeld van? Ja, dat denk ik wel. Ja. Wil ik straks wel toelichten? Ja.
Dankjewel Dirk. En applaus voor Dirk. Voor, dankjewel voor je komst naar Den Bosch. We gaan nu even pauze houden om 9:05. Dan zitten we op een kwartier. Dan komen we weer terug. We gaan even beweging, want het is wel de bedoeling dat we ook iets zien. Dus we doen even we gaan even met z'n allen naar beneden via de trap en daar zal een drankje klaarstaan en kunnen jullie ook een mooie werkplek bekijken. Tot zo!